Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor een nieuwe F1 2021 My Team video. We gaan lekker door jongens, op naar de Dutch GP, dames en heren. Laat een reactie weten als jij naar Zandvoort gaat. Ik denk het niet, dus dat is wel even dikke vette pech. Maar laten wij dan in ieder geval gaan genieten hier op Zandvoort in de game. Dus vind je My Team dan leuk? Like eventjes, abonneer als je nieuw bent en vergeet niet om dat belletje aan te zetten. En dan gaan we lekker van start met My Team. Nou, daar zijn we dan weer jongens. We beginnen eventjes weer met de activiteiten, maar we hebben maar 2 dagjes ter beschikking. Dus dat is een beetje minder. Ik denk toch dat het sponsor event het beste is om nu eventjes te doen. Verder hebben we geen berichten binnen. We hebben 5,4 miljoen. Ga ik dat houden? Of ga ik het uitgeven aan nieuwe dingen? Even kijken. 7 dagen tot het contract verloopt. Maar misschien is het leuker om dit seizoen af te maken met Islet en dan volgend seizoen bijvoorbeeld naar Russell te gaan. Ik denk dat dat wel een misschien een beter plan is. Dat we de facilities even kunnen upgraden. Dat we niet achterlopen met het team omdat we een dure driver kopen. Met die gedachte ga ik dan toch eventjes iets doen aan de Aero. Want volgens mij lopen we daar een beetje vast. Terwijl we daar wel moeten blijven upgraden. En daarvoor hebben we spec 2 nodig. 4 miljoen! Oh shit. Misschien moeten we eerst eventjes afwachten tot we... Wow, 4 miljoen. Dat had ik even niet verwacht. Tot we in ieder geval onze teammate hebben gesigneerd weer. Ja, maar we kunnen niks meer doen met de Aero. We zijn fully upgraded. Totdat we weer een nieuwe facility upgrade doen. Dus daar moeten we wel echt aan de slag. Hier lopen we ook vast. Spec 2. We kunnen hier wel wat doen, maar ik wil aan het gewicht wat doen. Nou, de durability upgrade is in ieder geval geslaagd. Dus hier kunnen we één dingetje gaan doen. En ik denk toch wel dat MUH wel belangrijk is, maar daar hebben we niet genoeg punten voor. Dus die doen we even na de training. Nou, dan gaan we maar eens even beginnen, jongens. Kijken of die lukt, die upgrade. En die is geslaagd. Maar we hebben niet genoeg R&D points om weer iets te doen. Dus daarom gaan we eerst even de training doen. Hopelijk krijgen we alle puntjes binnen. En dan gaan we lekker door naar de kwalificatie en de race. Nou jongens, de training zit erop. We hebben ook puntjes binnengehaald. Dus dat is helemaal goed. Bij de R&D hebben wij ondertussen 1,1k weer. Hier kunnen we eventjes niks doen. Hier is al eentje in progress. En hier hebben we wel wat opties. Dus laten we deze gaan doen. Dat lijkt me wel een goed idee. En dan hebben we bij de durability ook nog wat beschikbaar. De electric. Maar we wilden deze gaan doen. De MGU-H. Failure chance is wel groot. Maar we moeten wel hier mee aan de slag. Nou, ondertussen staan we boven Alfa en Alpine. Dus daar moeten wij ook gewoon voor blijven finishen. En de R&D in progress gaat hartstikke lekker. We komen in de buurt van McLaren zelfs. Maar nu, voordat we weer verder gaan, gaan we wel eventjes de onderdelen vervangen. Want dat ging de vorige keer natuurlijk helemaal mis. Ja, de gearbox heeft aardig wat wear door die quick practice. Ik heb die vorige keer niet aangepast, omdat ik meestal dat pas doe na 6 races. Maar we hadden daar natuurlijk ook een penalty voor kunnen pakken. Maar daar had ik eventjes niet aan gedacht. Maar laten we meteen doorgaan naar de kwalificatie, jongens. We zijn er weer lekker klaar voor. Nou, dan begint ons eerste kwalificatierondje, jongens. Nu hebben we wel de goede onderdelen, maar ik heb echt setups nodig. Als jullie tips hebben waar ik setups vandaan kan halen, hoor ik het graag. Ik ga zelf ook nog wel even zoeken. Ik denk dat Tom wel wat goede setups heeft. Tom 97, 79. Ik zeg het altijd verkeerd om, hè? 97. Daar haalde ik ze altijd vandaan. En bij deze game heb je het zo erg nodig. Want ik schuif gewoon uit elke bocht waar het kan. Dus dat moeten we niet hebben. Daar hebben we geen zin in. Daar hebben we geen trek aan. Nou, dit is een beetje een rommelig rondje. Het gaat niet perfect. Ik zit te vroeg ingestuurd. En door. Dan de laatste bocht. Niet die curb raken. De kombocht hier is fantastisch. Flat out. Op naar start finish. En dat is een tijd achter Islet. Dat is niet goed natuurlijk. Oké, ik zet er alvast nieuwe banden op. Want we moeten weer naar buiten. Islet. Oh, die is maar 1/10 sneller. Dus laten we kijken of we hem nog kunnen verslaan dadelijk bij de laatste run. Oeh, het zal erom spannen wie van ons doorgaat. Dat wordt wel even een uitdaging hier. Oh nee! Oh nee, ik ben helemaal niet op tijd. Waarom? Ik ging precies tegelijk wanneer iedereen ging. Ben ik dan zo lang opgehouden doordat
Islet en ik tegelijk naar buiten gingen? Wat een timing. En tuurlijk, Islet is door en ik niet. Ik kon niet eens een rondje doen. Maar ja, nou, we gaan hem in de race dan wel pakken. Nou jongens, P17 dus. 12 rondjes op de soft, 24 op de medium. Gaan we dat doen? Ja, dat gaan we doen. Dat is de snelste. En ik neem 37 en ja, zoiets van fuel mee. Dan moet dat wel goed komen. En ik ga mijn best doen om in ieder geval wat mensen in te halen hier. Nou, daar gaan we dan, dames en heren. Ik ben zeer benieuwd of het gaat lukken. Inhalen hier is pittig. Maar we zijn weg. Oh, we hadden wheelspin. Islet is meteen in de battle hier. Wij kunnen langs de Alpine. Kunnen we daar ook voor blijven? Alpine, ik bedoel de Aftauri. Hier buitenom dan. Kijk eens aan, wat een ruimte, wat een ruimte, wat een ruimte. Maar hier kunnen we niet samen doorheen. Dus ik geef mijn teammate een beetje ruimte. P14 en P15 voor MXM Racing is natuurlijk hartstikke netjes, dames en heren. Oh my god. Never mind. Ik weet niet wat daar gebeurde, maar de auto wilde niet remmen. Boi, joi, joi. We zijn aan het vechten met de auto. Dan moeten we weer opnieuw beginnen bij Tsunoda en Ocon. Wat de hel gebeurde daar? Oké, Tsunoda. Ben je er klaar voor, mijn jong? Ik kom gewoon hier binnendoor met wat ERS. En dat is dat plekje weer terug. Nu weer naar Ocon toe vechten. Hopelijk kunnen we ergens langs. Hier buitenom misschien weer. Nu niet echt de perfecte exit gehad. Niet de goede lijn gekozen. Het is zo moeilijk om in te halen op Zandvoort. Ergens anders dan op het langrechte stuk. Ik ben heel erg benieuwd hoe de race in het echt gaat zijn. Denken jullie dat het saai wordt omdat het zo moeilijk is om in te halen? Of denken jullie dat het helemaal fantastisch wordt? Ik ga nu natuurlijk weer met ERS achter Ocon aan. Hij gaat de binnenkant deze keer verdedigen. Helemaal goed. Gaan wij buitenom. Hebben we een betere lijn. We houden wel ruimte voor hem uiteraard. Oeh jongen. Side by side fight. But I'm the winner. En we zijn weer terug bij Islet. Oh, iedereen heeft een gekke strategie. Ik ben de enige die hier op het soft zit of wat. Kunnen wij langs Islet komen hier? Dat wordt denk ik lastig. Misschien in de kombocht. Zet hem ernaast. En kijk eens aan. Ik denk dat we daar ook wel in acties gaan zien. Alleen kijk eens aan. Wie er nog naast ons zit. Oh my. Oh, wat? Dit is echt insane. Ik ben gewoon die plek weer kwijt. Ik wilde de plek terugwinnen, maar er was bijna een crash tussen mij en mijn teammate. En mijn banden lokken nu overal op, jongens. Wat een ellende. Wat een ellende. Oké, een belangrijke rechte stuk dan. We lopen nu al veel te veel in, waardoor ik zelfs moet liften. Voordat we het rechte stuk op gingen. Oké, nu heb ik die plek in ieder geval wel. Ik moet Alonso en Kimmy ook echt absoluut even pakken. Want wij moeten even domineren op die softband. Voordat wij de pit in gaan en de rest van de race worden aangevallen. Kom op Alonso, je moet toch wel langs Kimmy kunnen. Langs die Alfa. Het zou niet erg zijn als zij gaan vechten. Hier komen we altijd dichtbij. Maar hebben wij genoeg snelheid op het belangrijkste stuk om Alonso te pakken? Ja, dat hebben wij. Hij was ook een beetje aan het kijken of hij bij Kimmy iets kon doen. Maar dat kon hij niet. Dus dat is nu onze taak. Kimmy! Komt u maar, komt u maar. Ga je de binnenkant verdedigen? Prima joh, dan kom ik er even buiten langs joh. Geen probleem. Nice overtake, thanks Jeff. Op naar vrijheid hier voor onze neus. Vrije lucht. Totdat wij moeten gaan pitten. Some information on Islet. They seem to have an issue. Nee, Islet heeft een issue.
Dat willen we niet. Onze teammate die moet ook goed finishen. Ik merk wel echt dat mijn banden pretty dead zijn. Ik heb vrij weinig grip. En ben heel veel aan het schuiven. Ja, mijn banden zijn ondertussen al 40%. We moeten nog 2 rondjes volhouden. En Kimmy achter ons weten te houden. Wat? No issues. Ik heb geen grip, maat. Nou, Sainz heeft al gepit. En volgens mij is hij gewoon weer voor ons uitgekomen. Dus de gap naar voren is echt in een korte tijd al flink groot geworden. Ik denk dat er aardig wat achterblijvers ingehaald zullen moeten worden. Dus dat wordt ook wel interessant om te zien. Nou, en dan is het tijd voor onze pitstop. Het is vrij leeg verder in de pitstraat, dus dat is prima. Maar iedereen zit echt op een andere strategie. We zitten zelfs weer achter Islet. Maar dit is ook natuurlijk niet heel gek. Dit was onze laatste stop. 68% wear. Oh nee. Wie zit hier nou bij ons? Dat is mijn Haas. Hoi, maat. Oh, mijn banden zijn nog niet echt ready on temp en shit. Maar we zijn gelukkig voor Schumacher gebleven. Oh, en Gasly is out of the session. Oh nee. Yellow flag. Geen safety car, geen safety car, geen safety car, geen safety car. Geen safety car. Please. Ik ben net gepit. De rest gaat natuurlijk pas een stuk later pitten, omdat ze op de medium of hard zijn gestart. Dus we hebben nu eventjes tijd om gewoon deze banden te managen en gewoon de gaps te bewaren. En hopelijk gaat dat gewoon helemaal goed komen. DRS will be offline. Oh, a fault with the rear wing DRS will be offline. We can work on a fix remotely. Shit, man. Gelukkig zitten we niet bij iemand in de DRS of dichtbij dat we iemand gaan aanvallen, maar anders hadden we echt wel een probleem. Nu kunnen we er toch niet echt gebruik van maken, dus hopelijk is het binnenkort opgelost. Want dat is echt balen als je DRS niet werkt en je hebt het echt nodig. Islet is nu in de pit. Dus daar zit hij in ieder geval lekker een aardig stuk voor. Ik hoop niet dat hij natuurlijk moet retiren of iets dergelijks, want hij had wel problemen met de auto. Maar we zien Ocon en Tsunoda nog voor ons, die ook nog moeten pitten. Dus nu is het vooral de gap naar voren managen, dat zij zeg maar niet met de pitstop voor mij terugkomen. Nog 6 seconden, dat zit goed. Die 10 seconden naar Ocon zit ook goed. Dus als we zo door blijven rijden, dan komt het helemaal goed. Als we niet in de muur eindigen. Hè? We're looking at some gearbox wear. Gearbox wear. Ik hoop niet dat er dadelijk een versnelling of zo gaat uitvallen. Dat heb ik ook wel eens gehad. Maar misschien moeten we dan toch een penalty gaan pakken of zo voor de gearbox. Omdat die zo mega hard is versleten. DRS doet het nog steeds niet. 70% zitten we nu op. Ja, dat is niet bepaald lekker, weet je. Nou, daar hebben we Tsunoda in de pit. Die hebben we ook gewoon in de pocket. Kimmy die zit ook nog steeds achter ons in de pit window. Dus dat is ook goed. Hé, hey, mijn DRS die doet het weer. Dus dat is nice. Maar ja, ik denk niet dat we nog iemand überhaupt gaan tegenkomen. Want ja, Kimmy gaat nu stoppen zoals je kan zien. Daar gaan wij gewoon voor uitkomen in de pit. Alonso gaat ook stoppen. Weet je, deze, hier blijven we allemaal voor in de pit. Neem ik aan. Tenminste, daar zaten we voor. Oei, oei, oei. Toen wij in de pit gingen. Maar Alonso komt nu achter ons aan met verse softs. Hoe ga je... Oké, dat kan wel. Hij gaat hem uitrijden op de soft. Dan zit de kans er zeker in inderdaad dat hij ons gaat inhalen. Hij gaat er hier gewoon langs. Hij gaat hier gewoon buiten unlocks. Wat? Oké, Alonso speedy boy op de nieuwe softs. Dan hoop ik niet dat Kimmy ook nog langs ons komt. Ocon heeft ook gepit. Kimmy is al een seconde ingelopen. Heeft Jeff ons nou op de verkeerde strategie gezet? Ik denk dat Jeff ons op de verkeerde strategie heeft gezet. Ocon 8 seconden. Als we daar dan maar voor blijven. Alonso zet gewoon de fast slap neer. Ja, ik moet Kimmy gewoon zo lang mogelijk achter me proberen te houden, zodat zijn banden verslijten. Want hij komt een seconde per rondje gewoon op ons af, hè? Oh, nee. Ja, jongens, daar rijdt Max. En kijk eens aan wat een gap er wordt
gemaakt hier. What a joke. Oh, Max heeft nu al gewonnen. Oh, wij moeten nog één rondje doen. Dus we zijn net niet gelapt. En daardoor moest ook Kimmy liften om hem maar langs te laten. The master plan. Oh, we lost one of the gears. Nee. Welke is weg? Oké, de vijfde versnelling is weg. Oh my god. Het is... Oh nee, en de game crasht ook nog. Nee! Niet net in de laatste bocht. Ja, yeah. There is something wrong. Damn it. Moeten we nou de hele race opnieuw gaan doen? Are you kidding me? Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga hem wel simuleren of zo, weet je. Dan kunnen we gewoon doorgaan, maar... Oh, man. Dan gaan we maar retiren, weet je. We zouden toch P12 hebben, geen punten. Maar we moeten wel door naar het volgende raceweekend natuurlijk. Retire from session. Ja, dit is wel even dikke vette F. Want eigenlijk hadden we natuurlijk hier veel meer punten gewonnen. En zouden we voor Ocon komen. We hebben in ieder geval onze teambonussen, dus dat is hartstikke goed. En dan gaan we de volgende keer ons nieuwe teammate signeren. Dus laat nogmaals in de reacties weten wie we moeten kiezen. Of moeten we lekker bij Islet blijven. En vond je deze video dan leuk? Like eventjes, abonneer als je nieuw bent. En vergeet niet om dat belletje aan te zetten. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer, jongens. Joejoe!